Hallo, welkom bij 123 e-learning. En heeft u een technisch probleem, dan helpen wij u vandaag verder met dit onderwerp. Tegen EMK is de elektronica moordenaar. Ja, het gebeurt wel eens dat je elektronica hebt die werkt gedurende een tijdje en dan plotseling voor eeuwig de geest geeft. En de reden is eigenlijk de tegen-EMK en die gevaarlijke tegen-EMK, elektromotorische kracht. Tegen-elektromotorische kracht. Die gaan we hier even bewijzen met een kleine simulatie. Ik heb hier een relais gezet. Je ziet ook een schakelaartje en een gelijkspanningsbron. Ik heb er een oscilloscoop op aangesloten en die oscilloscoop die toont zeer duidelijk, zie je bovenaan die blok, dus aan en uit van de spanning van de relaisspoel. Maar die wordt telkens gevolgd en die zie je dus heel duidelijk, die grote piek die naar beneden gaat. En wat opvalt is dat die relais gemaakt is voor 5 volt en bij gevolg uw elektronica eigenlijk ook die dit aanstuurt. Maar je ziet dus dat die piek veel groter is. En negatief is, dus net omgepolariseerd is, vandaar tegen EMK. Maar hoe komt dat nu eigenlijk? We kunnen daar veel formules aan plakken, maar van waar komt die tegen EMK? En hiervoor gaan we direct bij de dader ter plaatse gaan kijken. En dit is een spoel met een magnetiserende kern. En wat we hebben in de natuur is door een beetje complexe wiskunde zullen al deze magniculen hier aangeduid met bolletjes, met noordrood en zuidblauw, zullen al deze magniculen zich willekeurig gaan opstellen in dit magnetisch materiaal. En daardoor zal er een soort van neutraliteit ontstaan, dus evenveel noord als zuid, dus met andere woorden is er geen echt sprake van een magnetisch veld. Maar dit verandert van het ogenblik dat wij daar spanning op die spoel steken en er stroom door de spoel gaat gaan vloeien. En door de rechterhandregel weten we dan dat dus uiteindelijk er een elektromagnetisch veld ontstaat. En dan kunnen deze magniculen niet anders doen dan het magnetisch veld gaan volgen. Dus zij worden geforceerd om een bepaalde houding aan te nemen, waardoor dat je nu dus een stukje gemagnetiseerd metaal hebt. Natuurlijk in de natuur wil dat materiaal niet gemagnetiseerd zijn, dat is zeker niet de bedoeling. En wanneer we nu de spanning loslaten en de stroom wegvalt, dan zie je dat er een omgekeerde werking is, namelijk dat het gemagnetiseerd materiaal in een fractie van een seconde terug zijn neutrale positie opzoekt. En daar gebeurt de moord. Want op dit ogenblik betekent dit dat de magniculen in een zeer hoge snelheid zich terug gaan veranderen naar hun neutrale positie. En wij weten in als basis bij elektriciteit dat een geleider die zich bevindt in een veranderlijk magnetisch veld een spanning opwekt. Dus bij gevolg die magniculen die veranderen zeer snel van positie en vormen daardoor tijdelijk een piekje. En dat piekje wordt opgemeten door uw spoel en zal dus een omgekeerde spanning terugsturen met een veel hogere waarde dan je oorspronkelijker had ingestoken. Dus daar zit het probleem. Uw magniculen keren terug vanaf het ogenblik dat deze met rust gelaten worden en die verandering van gepolariseerd naar terug neutraal vormt de piek, de zogenaamde tegen EMK die uw sturing van uw elektronica naar de vaantjes zal helpen. Voilà, alstublieft. Zo, hebben we weer wat bijgeleerd? Fantastisch. Dan vraag ik u, druk even op de subscribe-button. En natuurlijk mag je ook onderaan wat leuke commentaar nalaten. Alvast bedankt.